Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Hey, sowieso even voordat we gaan beginnen, vergeet alvast niet te abonneren. Vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Daar beginnen we mee. Zeker. Assalamu alaikum, broer. Assalam. Alles goed? Goed, met jou? Voor de mensen die jou eventueel niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen, met wie staan we hier? Mijn naam is Ilyes Enhaghi. Ik ben 8 keer wereldkampioen, 2 keer One Championship kampioen. Ik heb vorige week een partij gevochten in China, gewonnen. Samen met Bilal trainen. Of niet? Ja. En wat zie ik hier bij Bilal? Wat is dit? Hè? Huh? Handschoentjes. Ja, of niet Bilal? Jij hebt er een beetje zin in. Ja. Ga je nu trainen of niet? Ja. Oké. Okay. Let's go. Ja? Nou, dan gaan we starten. Goed zo. Gaan we niet, Jeff. Kom. Goed zo. Alleen eerst met links beginnen. Hou je wel omhoog, hè? Hier. Zo houden. Goed zo. Links. Kom. Goed. Oké. Okay. Links eruit. Jongen. Kom maar. Hup. Ja, en met je hart. Nee, ja, wel, kikker. Kom. 1, 2, hoe vaak? 3. 5 keer. Yo, Elias. Yo. Ja, dat zijn ze. Ja. Voordat we met het begin gaan beginnen, wereldkampioenschap, broer. Alhamdulillah, ja. Ik heb hem voor de 2e keer binnen. Ja, nu eigenlijk voor de 8e keer met verschillende organisaties. Ja. Maar met van deze organisatie de 2e keer. Dat was gewoon Mohammed Ali acties en zo. Ja, ik heb gedaan wat ik moest doen. Het was niet mijn beste partij, zoals ik heb gezegd. Ik heb niet goed gevochten, voor mijn gevoel. Maar zoals iedereen zegt, het gaat om de winst. Ja. En ik heb de winst gelukkig meegenomen. Terug. Ja. Dus ik heb met succes verdedigd. Waarom zijn ze daar zo gek op jou? In China, Azië zijn ze, ja. Als je het goed doet, dan of je nou uit een ander land komt of een andere kleur hebt, wat dan ook. Ja. Ze zijn gewoon gek op jou. Wat wij hier met voetbal hier hebben, hebben hun daar met vechtsport. En hoe bereid je dan eigenlijk voor zo'n wedstrijd? Ik heb niet echt een gameplan of wat dan ook. Ik maak mijn eigen game. Maar het enige wat ik wil is gewoon echt hard trainen. Echt, mensen geven 100%, ik geef 200%. Op mijn eten letten, goed slapen en zoveel mogelijk met je trainer praten. En jouw eerste training, kan je nog herinneren of niet? Dat is voor de allereerste keer... Heb je kickboxen? Ja. Ja, maar zeker. Ik kwam op sportschool. Ik ben eigenlijk wel vaker mee met mijn neef, maar ik heb nooit handschoenen aangedaan. En op een gegeven moment zei mijn neef van, hey, luister, ik heb een jongen, best wel goed. Mijn leeftijd, mijn gewicht, ik kon daar nooit tegen, weet je, dus ik wou me altijd zelf bewijzen. Dus ik zei, mijn neef, is goed, ga ik met jou mee naar de sportschool. Ah, en toen heb ik handschoenen aangedaan. Had iedereen zo'n kringetje gemaakt, ouderwets, op de matten, een kringetje gemaakt, dat was de ring dan. En dan ging ik sparren en toen zei meteen van, hey, luister, je doet het goed. Als je zo blijft doorgaan, dan kan je een keertje vechten. En dat was gewoon, toen dacht ik van, wow, weet je toch? En toen ben ik gewoon blijven doortrainen eigenlijk. En mijn vader was altijd een vechtsporter geweest. Oh, serieus? Ja, mijn vader heeft altijd heel lang karate gedaan, ook kickboksen, traint nu nog steeds mee. En heeft hij in Nederland gedaan? Of, In Nederland, ja. In Nederland, in Zuilen, hier in Utrecht. En hij traint nu nog steeds mee. En mijn vader zei van, ja, kijk, voetbal, te veel blessures. En ik deed ook voetbal. Ik was ook best wel goed. Ik ben best wel gescout door naar Breda bijvoorbeeld. Nee, niet? Ja, dus ik kon eigenlijk kiezen. Willa, kom hier zitten, naast me. Kom hier zitten, naast me. Waarom je aan het praten? Wat ben je aan het doen, bro? Kom op, dat je getraind hebt. Wacht, luister. Kijk. Hij heeft net geleerd, hè? Ja, wat zeg je? Hij heeft
net geleerd. Weet je nog hoe hij heet? Hij heet... Ik ga. Ilias. Klasse, jongen. Ja, ja, ja. Brian Vlogs. Maar kom op! Kom op! Kom op! Ja! Yeah. Weet je wat we nu gaan doen, Bilo? Ja? We gaan lekker losgaan nu. Kom maar. Alles eruit gaan. Goed zo, kom. Goed, goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Kom. Kom. Kan harder, kan harder, Bilo. Kan harder. Oei. 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 Goed zo. Goed zo. Goed zo. Hey, kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Is helemaal niks! Goed, helemaal niks! Goed zo, hey, kan harder. Helemaal niks! Kom op! Hey. Kom op! Goed zo. Kom op! Goed zo, goed zo. Kom op! Hey! Goed zo! Hey! Zo, hé! Hey. Klasse! Oei. Kijk eens! Dat ook? Ja, een andere! Goed zo! Hey, rustig! Rustig, time-out! Hey, rustig! Spijker, klavo! Sterk, hoe is het, jongen? Goed? Goed. Ga je hem beuken? Ja. Hij is kampioen, dus je moet hem ook beuken. Ja. Handje geven. Rustig, hè? Ja, ja. Ik heb blessure. Kom maar. Alleen bokken, hè? Kom maar. Kom op, Bilet. Kom op, Bilet. Kom op. Kom op. Hey. Ja, hey, yo. Ja, kijk eens. Kijk eens. Kom op! Ja, kijk! Kom op! Wow! Ja, dames en heren. Mag ik één keer tegen binnen? Tuurlijk. Ja? Even rustig. Ja, wacht even. Wacht, ik moet eerst mijn hand schudden. Ik ga jou. Ja, ik ging sterk! Hij staat daar. Dat iemand dan toch voor boksen kiest, want kijk, als je eenmaal wint met voetbal, je gaat het maken. Je moet zo kijken, kijk, voetbal, je speelt met z'n elf, hè? Ja. Ja. Als eentje zijn dag niet heeft, dan heeft die andere team wel zijn, weet toch, hun moment. Ja, 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 ja. En jij moet echt zo goed zijn om van de elf uitsteken, maar in de ring niet. Als jij in de ring staat, je geeft je trainers knuffel en dan sta je dan met drie mensen, jij, je tegenstander, de scheidsrechter. En als jij het goed doet, dan doe jij het goed. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En dat is dus je bent wat dat betreft toch wel individualist. Ja, eigenlijk, ja, als je zo, ja, eigenlijk zo kijk wel. Maar wanneer ontdekte je dat je echt een uitzonderlijk talent was? Zo. Was het een beetje rondom je puberteit? Of, Ja, denk het wel. Toen ik op mijn 15e mocht ik, want je moet 16 jaar zijn, om naar de hoofdkap en zo. Ja, ja, ja. Ik was 15, toen mocht ik een jaartje overslaan, omdat ik eigenlijk geen tegenstand meer in de jeugd had. Ik had iedereen zogenaamd verslagen. En toen dacht ik van, hey, blijkbaar doe ik het echt goed, snap je? En toen ben ik echt 100% voor gegaan. En je ziet nu eigenlijk steeds meer jongeren die naar kickbox gaan. Ja. En met name Marokkaanse talenten die komen. Ja, dat ben jij. Ah. Wat dacht dat je was dan? Ja. Wat dacht jij dat je was? Dacht dat je Surinamer was? Ja. Maar je ziet echt veel Marokkanen in één keer. Als je kijkt naar het vechtsport, in mijn ogen de meeste goede vechters zijn toch ja? Van de Marokkaanse afkomst. Ja. Maar dat wel hier uit Nederland. Hè. Maar komt dat niet omdat wij nog echt heel veel buitenspelen op pleintjes komen? Ja, dat we gewoon eigenlijk niet kunnen veroordelen over het algemeen om echt voetballers.
hebben het op straat geleerd. Dus in ieder geval, vroeger, ik heb het altijd op straat geleerd, voetballen. En ik denk dat als je dan de jongens gaat vragen, zie je of andere voetballers, dat ze allemaal gaan zeggen, ik ben begonnen op straat. Ja. Ja, het is allemaal op straat, op pleintje aan voetbal. Ja, ja. Dat je vaak vechten die echt rossen, snap je? Maar ik zeg altijd, het is kickboksen, maar het is niet vechten op straat, snap je? Je moet echt nadenken. Als iemand last van zijn benen heeft, dan ga je weer even terug naar boven, zodat hij gefocust weer wordt naar boven. En dan ga je weer naar het benen, snap je? Maar heel veel vechters denken, hij heeft last van zijn benen, hij blijft maar op zijn benen poeieren, snap je? En dan hij die andere vergeet, maar dan vergeet hij zijn hoofd. Maar die is dan ook weer vrij, snap je? Maar het zijn gewoon zulke dingen, kickboksen is echt nadenken. Brian Vlogs. Hé, niet weg! Uit de zee! Ik zei het boven voor jou, Villa! Hij is weg! Kom, Villa! Kom, Villa! Hé, rustig! Nee, Villa! Rustig! Hier, rijd rustig! Nee, goed! Kom! Zit! Respect, wereldkampioen, achtvoudig. In zijn ogen zie je gewoon oprechtheid. Je ziet zijn nederigheid. Maar daar kunnen wij super veel van leren. Ik hoop dat heel veel mensen hier voorbeeld aan nemen. En dit zijn de mensen met wie ik geassocieerd wil worden. En daarnaast heeft hij nog niet eens gezegd, hij is ook nog genomineerd voor topsporter voor D1 Awards. Waar Bilal en ik ook voor genomineerd zijn. Verder zeg ik niks. Alleen maar liefde. Aardige Desi. En voor een wedstrijd, ben je dan bij de laatste paar dagen wat prikkelbaarder? Nee, helemaal niet. Ben ik echt... Volgens mij is ook een stuk van Rico Verhoeven dat hij de laatste paar dagen niet echt te genieten is. Ja, dat is zijn gevoel. Dat is gewoon persoonlijk eigenlijk. Persoonlijk, ja. Ik heb ook af en toe dat vechters zeggen van ik slaap een maand niet naast mijn vrouw, bij wijze van. We zitten bij een trainingskamp. Ja, joh. Ja, dan slaap ze een maand niet naast mijn... Ik krijg slecht gevoel als ze met mijn vrouw slaapt. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik krijg slecht gevoel. Liefst nog de dag zelf, snap je? Ja. Als ik in het buitenland ben ik een week van tevoren weg. En dan denk ik van ook wel van ja, ik heb liever thuis gezeten. Want ik zie bijna alle kickboxers wel respect voor de tegenstander hebben. Ze dagen elkaar wel even uit met stare down en zo, maar eigenlijk gewoon zoveel respect voor elkaar. Ja, respect is zo het belangrijkste. En niet op straat zomaar gebruiken? Nee, helemaal niet. Nee, dan kun je echt problemen krijgen. Ja? Ja, tuurlijk. Dit zijn gewoon wapens. Dit zijn gewoon wapens wat je hebt. Maar je hebt ook iets in zorg gedaan, of niet? Ja, met jongerenbegeleiding en zo. En je hebt ook wel eens met gehandicapten gewerkt? Ook, ja. Ja. En wat kun je daarover zeggen? Zoals ik zei, het is een waardering, dat sowieso. Het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Ja? Dus mensen die het onderschatten, het is echt heel moeilijk. En, maar ja, het is leuk, want je bent lekker bezig. Ze zijn ook super sterk. Ja, hè? Ja, super je ziet sterk. Dat hij echt serieuze klappen geeft. Ja, ze zijn super sterk. Ik ben blij dat hij niet weet hoe hij het moet gebruiken. Hoor je dat? Hij zegt, ik ben sterk. Kijk, laat je armen zien, Anne, aan Elias. Laat het zien. Voor jou. Ja, dat bedoel ik. Ze zijn alleen voor echte. Echte mannen. Ja. Ja, maar ik heb ook gedaan. Maar nu doe ik meer echt kinderen die thuis problemen hebben en zo. Die op hunzelf wonen, met die werk ik het meest. Dus één op één begeleiding en zo. Echt tof, maar we hebben wel veel raakvlakken betreft. Ja? Ja, ik doe het ook wel een beetje. Ja, okay. Ik werk niet individueel, ik werk graag in groepen. Mm-hmm. En dat komt, ik hou meer van groepsprocessen dan alleen een individu. En als je met een individu werkt, moet je heel veel geduld hebben. En soms ben je maanden bezig. Ja. En dan weet je niet zeker of die resultaten... Ik wou net zeggen, ja. Maar ja, dat is de fucking spoor van dat, de werk. Ja, dat heeft ook met karakter te maken. Ja. Volgens mij ben jij relatief wat rustiger dan ik. Klopt, denk ik. Ik ben wat meer ADHD en zo. Het is even rustig, die man zit om te kleden. Gaat gewoon niet. Hij doet fit view. Groepsprocessen vind ik echt vooral interessant.
om ergens bij een groep te komen en dan iemand denkt het is echt onmogelijk om deze hele groep te veranderen. Yeah. Ja, en dat vind ik gewoon echt een uitdaging. Ja, of loop een keer in het winkelcentrum, loopt diegene met zijn moeder of zo en dan komt hij toch tegen knuffel. Ja, ja. En, van, en dan ziet die moeder ook van oh, ja. Hij zet toch wel goede handen. Klopt. Dat zijn mooie dingen om te... Dus wat dat betreft, maar ik heb wel echt respect voor iemand die individueel met iemand aan de slag gaat, want wat ik zeg, je weet gewoon niet of diegene het gaat redden, jou of nee. Klopt. En soms dan heb je 4, 5 keer achter elkaar heb je... Wie niet schiet, die niet raakt. Ja, dat is, dus dat is zeker waar. Je moet altijd blijven doen. Dan, zoals ik zeg, ik vind het gewoon leuk om te doen. En wat betekent succes voor jou? Succes, wat dat betekent voor mij? Goed zijn met je familie. Gezond zijn. Mensen helpen. Jezelf zijn. Dat is echt het belangrijkste, jezelf zijn. En je droom volgen, dus echt wat je wilt eigenlijk, daar gewoon hard voor werken. En als dat lukt, dan denk ik wel dat je succes bent. Ja. Succes is niet geld. Succes is ik hoor geen geld, ik hoor geen kleding, ik hoor een dikke auto. Nee man, die is zo weg. En naar jezelf blijven en lekker je droom volgen. En dan komt de auto bij kijken. Ja, bijzaken. Precies, dat is allemaal bijzaken. Leuk man. Was een tijd geleden ging het niet goed met mijn moeder. Mm-hmm. En dat ik hem in. Dus ik had daar ook een video over gemaakt, dat was een emotionele video. En wat ik altijd opmerkte is dat eigenlijk, in ieder geval in mijn omgeving, is dat we niet zo snel tegen, letterlijk één op één tegen moeder zeggen van ik hou van je, ik geef om je. Klopt. We laten het meer zien. Klopt. Dan dat we het uitspreken. Klopt. Dus toen dacht ik van, ik heb toen moeder ook in mijn video aangesproken. Wat zij voor mij betekent en voor mijn broertje. En dat ze zich nooit, inshallah, de zorg hoeft te maken. Maar nu wil ik ook aan jou vragen of jij je moeder een hele korte bericht zou willen geven. Tuurlijk. Ik geef mijn moeder altijd korte berichten als ik nu dat ik getrouwd ben. Merk je echt dat je moeder nodig hebt. Dus mijn moeder is super belangrijk voor mij. Dat besefte ik echt toen ik op mezelf woonde. Dus mama, ik hou sowieso heel veel van jou. Ik kan niet zonder jou. En ik zal door de vuur gaan voor jou. En ik bedank je voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Tot nu toe nog steeds. En shukran. Zeker. Mooi man. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Jij, bedankt. Ik waardeer echt voor de tijd die je voor ons vrij hebt gemaakt. Jullie bedankt. Het zijn echt meerdere momenten. Mensen zien één video en denken... Ja, klopt. Maar ook vlak na je kampioenschap, dat je toch tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Even voor Bila. Wolle, echt gewaardeerd. Ik moet Bila bedanken. Mag ik even Bila? Hey mensen, dankjewel voor het kijken. Wij hopen dat jullie ontzettend genoten hebben. En Bila, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte... Echt mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... positiviteit. Positiviteit. Dankjewel mensen. Alleen maar liefde. Aardig, Desi.